ik wil mode maken, maar op een hele gevarieerde manier. En dacht, die veelzijdigheid die ik zelf in me heb, kan ik door middel van een modehuis naar buiten brengen. Waar ben jij nu? Ik ben met Marga trouwens. Ja, ik dacht in eerste instantie ben ik wel interessant genoeg om een hele documentaire over te maken van een uur. Ik dacht, ik wilde altijd zoiets van, blijven de mensen wel entertained als ze mijn leven zien. Het heeft heel lang geduurd voordat ik Maria en Bob dan echt, weet je wel, de soort van alles liet filmen of zo. Dus. Je hebt wel een bepaalde manier natuurlijk als modeontwerp ook hoe je je naar buiten toe presenteert. Hoe ver laat je dat beeld los en laat je mij toe? En ik denk dat we daar elkaar hebben afgetast. Dat het voor mij soms flink doorprikken was om echt bij Marga te komen. Dat vertrouwen moest echt opbouwen. Want ik wist gewoon niet hoe ik mezelf moest... wat mijn grenzen eigenlijk waren. Nou, wij hebben het filmplan hebben wij samen geschreven. En het idee was wel al dat ik het grotendeels ook zou gaan regisseren. Alleen toen werd mijn vader inderdaad ziek, dus hij moest gas terugnemen. We hadden ons eerste soort etentje om de film te starten. En op diezelfde dag kreeg ik te horen dat ik keelkanker had. En dat ik... Ik wist helemaal niet wat het betekende natuurlijk. En toen werd het eigenlijk echt mijn project, helemaal in mijn eentje. Al was hij er natuurlijk wel op de achtergrond altijd bij. Ik heb altijd op hem kunnen terugvallen. Maar wat ik dus heel erg blij mee ben, is dat de steun van Maria, die was er. En ja, dat ging ineens heel erg goed. En nu is ze gewoon echt een regisseur geworden. Zelfs ook nog een producent en hij is alles in één. Dus zij kan nu uitvliegen. Ben je trots op daar? Hartstikke trots. Wij kunnen goed samenwerken en we hebben ook al meerdere documentaires samen gemaakt. Ja, we kunnen goed ruzie maken. Dat is ook goed. Ja. Hè? Ja. Nou, meestal ik, denk ik. Hè? Ik ben, nee. Nee, maar het is zeker heel fijn. En ook, kijk, als je familie bent, dan kan je inderdaad ruzie maken, maar je weet dat het ook altijd weer goed komt. Dus dat is denk ik toch weer dat vertrouwen. Je vertrouwt elkaar heel erg en dat is heel fijn. Het is niet echt een optie dat ik niet aan de top eindig of zo.